Zanger-acteur Jim Bakken reist heel Nederland door met een speciale missie. Hij is op zoek naar zorghelden. En reken maar dat die te vinden zijn. Vandaag gaat die wijkverpleegkundige Inge in het zonnetje zetten. Ik ben in alle vroegte naar Vianen toe gereden, want ik heb gehoord dat hier een wijkverpleegkundige werkt waarbij de zorg echt door haar aderen stroomt. En hier binnen zitten haar collega's. Wie kan mij vertellen wat er nou zo speciaal is aan Inge? Inge die behandelt eigenlijk iedere cliënt zoals ze bijvoorbeeld haar eigen familie zou behandelen. Ze neemt alle tijd voor iedereen, ook al is die tijd er niet altijd. En wat ik ook heel goed vind van Inge is dat zij heel erg altijd bezig is om te kijken hoe het beter kan. Toen onze opa overleed, toen zou ik een dag met haar meelopen. En toen was er net ook een patiënt overleden. En hoe ze dan, de eigen verdriet los kon laten, ja. En helemaal er kon zijn voor de nabestaanden van die mevrouw. Dat was zo bijzonder om te zien. Ja, ze is echt heel inspirerend. Nou, lieve mensen, na zoveel mooie woorden over Inge ben ik toch wel heel erg nieuwsgierig geworden naar hoe zij werkt. Ik ga mezelf vermommen, dus ik hoop dat ze het niet doorheeft. En ze is echt fan van je, dus je moet enorm je best doen. Anders gaat ze je zeker herkennen. Jim vermomt zich als geluidsman Jacques. Inge weet niet beter dan dat er een reportage wordt gemaakt voor Heel Holland Zorgt. Het is nu zaak om zo onopvallend mogelijk te werk te gaan. Wat mij echt een goed gevoel geeft, is dat je er kan zijn voor de mensen die op dat moment hulp nodig hebben. Nou, draai ik het oude infuus eraf, die is leeg. Inge heeft echt niets in de gaten. En dat terwijl Jim haar jeugdheld was. Jarenlang had ze een poster van hem boven haar bed. Ik ga even een groepsfoto regelen. Zo. Nou, allemaal lachen. Komt-ie. Kies. Okay, we lokken Inge nog heel even mee naar buiten. Voor wat aanloopshotjes. En daar kom ik tevoorschijn. Hey Inge! Inge Piskaar! Oh my god! Jim! Ja! Nee. Ik ken jou! Ja? Ik heb zoveel mooie dingen over jou gehoord. En niet alleen gehoord, maar ook gezien. Ik heb een foto voor je. Jeetje. Zie ja, dat ben ik. En dat ben ik. Dit gaan mijn vriendinnen nooit geloven dat jij hier nou naast staat. Dan sta je achter mij. Oh, wat grappig. Vond je het niet een extreem slechte geluidsman? Dus jij dat. Oh, goed, hè? Wat mooi. En we zijn hier vandaag niet alleen maar om een item op te nemen over hoe jij werkt, maar om jou speciaal in het zonnetje te zetten. Nee. En speciaal jij, want ik heb hier de oorkonde. Nou ja, zeg. Jij bent de zorgheld van 2018. Oh. Kijk, je naam staat erop. Ach, wat lief. Mooie tulpen erbij. Wat lief. Ah, oh, wat leuk. En een mooie Your Gift cadeaukaart. Oh, wauw. Tada! Nou, wat super zeg. Dank je wel. Maar jij bent nog de grootste verrassing. Oh, wat leuk zeg. Ja, en nu komt natuurlijk de hamvraag van vandaag. Mm-hmm. Wie denk je dat jou heeft op te geven? Oh, nee! Oh my god, ja! Yes. Jij nog appen? Echt geweldig! Echt, maar echt zo'n grote verrassing. Ik had het nooit verwacht. Echt nooit. En dat jij het bent. Je bent echt voor altijd al mijn fan. Ik ben vanaf Idols al. Leuk. Die poster gaat gewoon weer boven mijn bed. En dan hang ik er een van jou boven je bed, ja? Want ik ben ook fan van jou geworden vandaag. Yes, dankjewel.